Welkom bij deze eerste tutorial trend virtual reality in het onderwijs. Bij deze tutorial gaan we kijken hoe we de programma's moeten downloaden die we nodig hebben en hoe de basis eruit ziet van het programma Unity 5. Om onze eigen virtual reality ervaring te maken hebben we twee programma's nodig. We moeten Unity 3D downloaden en we moeten enkele utilities voor de Oculus Rift downloaden. Unity 3D kunnen we vinden op unity3d.com. Nou, de homepage eigenlijk van deze site uh, laat je al gelijk zien waar je Unity kan downloaden. Uh, we gaan naar Get Unity 5, want we gaan met de laatste versie van Unity werken, terwijl met Unity 5. Uh, je hebt twee versies, de personal en de professional. Nou, de personal versie is, uh, is gratis, dat heeft al meer dan genoeg mogelijkheden, dus die gaan we dan ook gebruiken. Die kunnen je dan verder downloaden, neemt je door de gebruikelijke stappen en uiteindelijk kun je zo het programma zelf verkrijgen. Om de Oculus te gebruiken hebben we Oculus Utilities nodig. Die kunnen we halen van Oculus.com. Uh, vervolgens gaan we dan naar uh, de Developer page. Die kunnen we bovenaan vinden. En vanuit de Developers page kunnen we naar Downloads. En op Downloads staat uh, Utilities voor Unity 5, die we zojuist hiervoor hebben gedownload. Als we deze twee programma's hebben geïnstalleerd, kunnen we aan de slag. Nu we alle programma's hebben gedownload, zijn we klaar om te beginnen. Dat doen we door Unity te openen. Nu kan het zijn dat je, als je de eerste keer Unity opent, je gevraagd wordt om een account aan te maken. Nou ja, je volgt hierbij eigenlijk de normale stappen. Je krijgt dan uiteindelijk een mailtje om te bevestigen. Als je aangemeld bent, dan kun je eigenlijk aan de slag. Nou, hieronder vind je een aantal projecten die al gemaakt zijn. Uh, Natuurlijk gaan wij een nieuw project maken. De project, dat project noemen we uh, cursus VR in het onderwijs. Uh, hieronder kun je een locatie selecteren waar je je cursus wil gaan opslaan. Hieronder, hij staat al op 3D, want we willen natuurlijk een 3D project gaan maken. We doen Create Project en we zijn klaar om te beginnen. Nu hebben we het basisscherm van Unity voor ons en laten we even kijken wat we allemaal zien. Hier in het midden hebben we de Scene Game View. Hij staat nu in de Scene View, dan zie je dus eigenlijk het speelveld uh, waarin we onze wereld kunnen gaan creëren. Als we daarbij op Game drukken, dan zien we eigenlijk de Game View, dus het beeld wat straks de speler uh, gaat zien, dus hoe je je uh, Virtual Reality ervaring uh, als uh, gebruiker gaat ervaren. Nou, in de Scene zie je dus alleen maar uh, als je het aan het maken bent, in de Game zie je het, hoe je het straks gaat ervaren. Uh, boven de Scene en Game View uh, zien we de Toolbar. Hier links zien we een aantal pictogrammetjes staan waarmee we straks als we onze scene gaan vullen met verschillende objecten, hoe we die kunnen gaan verplaatsen, gaan draaien, gaan verschalen enzovoort. En hierboven zien we drie knoppen met play, pauze en forward. Nou, met play kunnen we uh, onze ervaring starten. En dan alle tijden kunnen we bekijken uh, wat we gemaakt hebben en hoe dat eruit ziet. Nou ja, nu zien we natuurlijk nog niks omdat we nog niks gedaan hebben uit de view, game view uh, links hier zien we de hierarchy. Daar staan eigenlijk alle elementen die we ingevuld hebben, die we ingevoerd hebben. Nu staat er alleen nog maar een main camera, maar daar komen we straks op als we dingen gaan vullen. Helemaal rechts zien we de inspector. Het zijn daar vinden we de eigenschappen terug van de objecten die we ingevuld hebben. Dus als we hier uh, blokken of andere dingen gaan invullen, dan zien we in de inspector de verschillende eigenschappen die uh, zo'n bepaald object heeft. Hieronder zien we het Project en de Console Panel. En het Project Panel, daar staan al onze assets. Dat zijn eigenlijk de elementen die we invoegen. Die we uiteindelijk in, ons, uh, in onze omgeving kunnen plaatsen. En als laatste hebben we nog de console panel. Uh, daar komt eigenlijk als we uh, scripts gaan invoeren, dus als we objecten een uh, bepaalde intelligentie mee gaan geven, als we uh, scripts, dus code gaan toevoegen. En alles wat daaruit komt uh, aan informatie, die is uiteindelijk. In dit scherm te zien. Tot zover deze eerste tutorial omtrent virtual reality in het onderwijs. We hebben gezien waar we de benodigde programmatuur kunnen downloaden en we hebben het basisscherm van Unity even met elkaar doorgenomen. In de volgende tutorial gaan we kijken hoe we nu daadwerkelijk onze omgeving kunnen gaan maken.